We hadden een optreden en we hadden geen naam. En ik zag een witte limousine en ik dacht, die zie je nooit in het rood. Dus het is een naam die nergens beslaat eigenlijk. Jullie spelen met heel veel verschillende, met muzikanten van allerlei verschillende afkomsten. Zeg maar Kiteman's Hip Hop Orkest speel je mee. En vandaag met een zangeres van After Forever. Ja, daar zijn geloof ik de meningen verschillen daarover, of het nou gothic of symfonische metal is, maar in ieder geval volkomen andere wereld dan het string quartet. Ja, eigenlijk wel, ja. Maar ergens komen we elkaar wel tegen in de wat klassiekere arrangementen binnen onze metal, zeg maar. Dus het is wel heftige gitaren en double bass, maar ik zing zowel pop als opera en in onze muziek zitten heel veel klassieke arrangementen. En ja... Vandaar dat er wel een logische stap richting het Red Limo was. Want jullie gaan een nummer doen van de band waar Floor uitkomt. Moest daar dan een heleboel aan gebeuren voordat je dat Energize Me kon spelen? Ja, het zijn wel speciale kwartetarrangementen van Joost van den Broek, de toetsenist van After Forever. En nou, ik kan wel zeggen dat die heel goed gelukt zijn. Die komen heel erg dicht bij het origineel. Ja. Alleen zonder drums. Dus ja. Dat moeten we zelf doen. Dat doet Jonas. Dat is onze ritmesectie eigenlijk. En het wordt niet versterkt. Dat is voor jou natuurlijk ook vrij uitzonderlijk. Ja en nee, maar ik heb heel veel verschillende dingetjes toch wel gedaan. Ook buiten After Forever. En akoestisch zingen is niet geheel onbekend. Maar sowieso de hele setting is al anders dan een zwaar versterkt geheel. En het leuke is wel dat je wel wat meer nuance kan aanbrengen. Wij allemaal wel in deze setting. Dus ja, is leuk. Ik ben er heel benieuwd naar, dus de Red Limo String Quartet met zangeres Floor Jansen. En ze doen een stuk van de band waar Floor normaal gesproken in zingt, After Forever, Energize Me. Everyone, this whirling energy.